Ja, vrienden, jullie denken bij jezelf. Hey, waar is hij nou? Ja, waar ben ik nou? Vrienden, ik ben in Roosendaal bij de RKVV Roosendaal. Grote voetbalclub hier. En die hebben mij een tijdje geleden gevraagd. En die hebben tegen mij gezegd, ja Harry, zou je langs willen komen? We hebben een sponsoravond in de kantine hier. En wil jij dan wat vragen komen beantwoorden? Nou, dat ga ik natuurlijk doen, vrienden. En nu dat ze nu pas die VAR hebben, ja, dat hadden ze al veel eerder moeten doen. Leuke gozer die Roosendaal. Hij draait zich om en hij zegt dat iemand anders, dat is mijn klootzak. Ja, maar er zijn heel veel mensen die waarschijnlijk niet eens weten wat Papillon is. De wereld hebben. Ik zit nog niet in een bejaardenhuis hier, hoewel. Dat kan niet meer. Brenda steunt weer. Ja. Ja, dat is voor de liefhebbers. Oh, dat zou niet meer kunnen nu. Mag geen tiet op tv, er mag niks meer. En dan zeggen ze allemaal, ja, weet je wat leuk is? Ja. Snap er geen zak van? Nee. Ik zou wel vast een goede rollator gaan uitzoeken. Ja, dat komt ook goed. Heel leuke voetbal, goed. Heel goed. Ja, die t-shirt is zo leuk! Oh ja, is het leuk? Het is alleen maar mentaliteit. Ja, precies. Dat is voor de fijnproevers. Ja. Ja.